Hij raakte verslaafd aan drank en drugs en zat 7 jaar lang in een cel voor een mega kunstroof. Maar inmiddels heeft hij het juiste spoor in zijn leven gevonden. En als tramconducteur Roy Peters geen OV-chipkaart controleert en haltes omroept, schrijft hij boeken. Onlangs verscheen zijn tweede deel van zijn misdaadserie. Dames en heren, Roy Peters. Welkom allemaal bij deze podcast. Wat kan er nou gebeuren? Ik ben Najib Amali en tegenover mij zit Reda Saleh. En vandaag is onze gast Roy Peters. Roy, leuk dat je er bent. Welkom bij deze podcast. Je eerste podcast heb je me net verteld. Inderdaad, mijn eerste podcast. Leuk. Nou, welkom. Jij kent Reda al een tijdje? Ik ken Reda eigenlijk al bijna 8 jaar. Oké. 8 jaar, ja. Wauw. Ja, en voor mij is het de eerste keer dat ik je ontmoet. Ik ben blij dat je er bent. En nogmaals, welkom bij deze podcast. Ja, welkom, fijn dat je er bent. Nogmaals, ik ben benieuwd wat het gaat brengen vandaag. We gaan het zien. Een tijdje. Ik heb al wat van je gehoord, maar misschien kan je jezelf een beetje voorstellen aan het publiek. Mijn naam is Roy Peters. Ik ben geboren in Amsterdam. En ik heb hier altijd gewoond. En ik ben zoon van een vader en moeder die allebei echt zwaar oorlogsslachtoffer was. Mijn vader heeft in een werkkamp gezeten. Mijn moeder in het zogenaamde Oranje Hotel in Scheveningen. En echt een blije start van het leven was het niet. Hoewel ik hele lieve ouders had die me goed verzorgden. En ook zorgden dat ik alle spullen had. Ik had altijd het nieuwste van het nieuwste. Ze zorgden goed voor me. Ik kon leren wat ik wilde. Ik was goed in leren. Dus na de lagere school ben ik doorgegaan naar de HAVO, het Atheneum. En toen moest ik gaan studeren. En ergens, later met voortschrijdend inzicht, heb ik wel begrepen waarom. Het heeft me ontzettend veel gekost om dat diploma te halen. Omdat er thuis heel veel spanning en ruzie was met mijn zus die wat ouder was. En allerlei dingen van mijn ouders niet pikte. Ik ben wat dat betreft veel meegaander en ik ga toch mijn eigen weg. Dus ik had dan, ik had er erg veel last van, maar ik was vastbesloten om dat diploma te halen. En het heeft me zoveel kracht gekost dat ik daarna eigenlijk was op het moment dat de kraakbeweging opkwam, dat ik daar eigenlijk in gevlucht ben. Om eigenlijk ook eens een beetje te rebelleren. En ik kwam bij de anarchisten terecht. De anarchistische spuigroep. Een gebouwtje in de Spuistraat. En zo'n volkomen gestut pandje. Oude slagerij, geloof ik. En daar kwamen we 1 keer in de week met elkaar. En daar praten we over hoe we de revolutie zouden gaan voeren. Nou, het was echt prachtig. En we sloten ons natuurlijk aan bij alle kraakacties en vooral de ontruimingen die in die tijd veel waren met de gevechten met de politie. Ja, dat ging er hard aan toe, hè? Ging er heel hard aan toe. Ja, echt. We hebben wel meegemaakt dat ze met panzerwagens op ons inreden op de Weteringschans. En heb je wel eens klappen gehad? Ik heb een paar keer flink klappen gehad, ja. En dat doet zeer, dat kan ik je zeggen, hoor. Zo'n knuppel, zo'n matrak, zoals ze dat in België noemen. Maar deed je mee aan die demonstraties en dingen om een woning te krijgen, want daar ging het toch om? Tenminste. Nee, ik had de mazzel. Mijn zus die had een woningje op de Jacob van Lennepkade in onderhuur. Ja. Dat was toen heel gewoon eigenlijk, eind jaren 70, begin jaren 80. Er was toen een gigantische woningnood. Maar aan de andere kant kwamen er ook weer ineens heel veel panden vrij. Omdat mensen gingen verhuizen naar Almere. Ja. En ik heb laatst gezien dat begin jaren 80 het totaal aantal inwoners nog maar 620.000 was. Maar goed, die blokken die stonden leeg en die wilden ze gaan afbreken. Nou, daar had de kraakbeweging andere plannen mee. Ja. Want er was ons toen beloofd, als je 18 jaar bent, dan heb je recht op een woning. Nou, daar hielden we de politiek aan. Ja. Natuurlijk. Ja. Dus, zij hielden zich er niet aan. Nou, nee. Want ze wilden natuurlijk die oude panden slopen en er wat moois nieuw neerzetten. Nou, gelukkig is dat allemaal niet gebeurd. Want vandaag de dag zijn al die panden in de pijp en in de Indische buurt prachtig opgeknapt. En had het jammer geweest als dat gebeurd was. Dus het heeft toch nog wel effect gehad, ja. Maar goed, vanuit die op een gegeven ogenblik ben ik toch gaan studeren. Ik
ben begonnen met politieke wetenschappen in 1983. Maar dat eerste jaar, wat gebeurde er? Mijn zuster die woonde sinds een jaar ongeveer met haar man in Jeruzalem, in Israël. Want mijn zwager die ging daar afstuderen. Die had een of ander ingewikkeld Joods project. Dus ik ben daar naartoe geweest. En ik leer daar een meisje kennen. Prachtig meisje. Een Sefardisch meisje. Dus haar ouders die kwamen uit Libië. Tegen de grens met Algerije. En die waren in 1947 dus in de Aliyah naar Israël vertrokken en zo als nieuwe immigranten. En het was een prachtig meisje, een plaatje van een meisje, ook echt Arabisch uiterlijk. En Dina. En ik was helemaal hout op de botel. Ze kwam toen net uit militaire dienst. Want vrouwen hadden toen in ieder geval, ik weet niet hoe het nu is, moesten ook 2 jaar in dienst. En toen ze eruit kwam, ging ze werken in het Ram Hotel, boven het Centraal Busstation in Jeruzalem. En ze had nog een baantje in een restaurant bij Rehov Yafo, in een zijstraatje daarvan. In een vegetarisch restaurant waar mijn zus ook een baantje had. En zo, ik kwam daar op een dag met, ik had net een bal, voetbal gekocht. En ik kwam daar binnen met een bal onder mijn arm en ik zag haar staan. En ik was helemaal, helemaal weg. En ik had mijn zuster vragen, weet je wel. Ze zegt, nou ga er dan gewoon naartoe. Ga maar naar dat hotel toe. Hoe oud was je toen? Toen was ik 23. Dat werd geweldig. Ze werkte toen om geld te verdienen om naar Europa te gaan. En in die zomervakantie kwam ze dus ook bij mij. Dat was romance geweldig. Geweldig. Als ik zo naar je kijk, denk ik van dat was je eerste liefde. Dat was mijn eerste liefde, ja. Ja, ja. Ze woont tegenwoordig nog altijd hier in Nederland. Ze heeft een andere. Maar goed, ik sla even wat dingen over. Ja. Want ik ben toen naar Jeruzalem gegaan. En ik ging daar de taal leren. Ik ging naar de zogenaamde Ulpan. Een soort, hoe heet dat hier ook weer? Inburgeringscursus. Oh ja. Want je leerde de taal, maar je leerde ook over het land, hoe alles werkte en dat soort dingen. En ik zat in de derde klas, Kita Gimel. En in de pauze ging ik naar een Koerdisch bakkertje. Koerdisch Joods bakkertje in een zijstraatje. En de andere dag dan ging ik naar de hoek van de Rehov Yafo en King George Avenue. Hamelig George. En daar zat op de hoek een falafeltentje waar je lekker je broodje elke keer bij kon vullen met tomaat, met salade, met van alles. Echt lekker, je kon daar echt lekker eten voor een prikkie. En die dag liep ik daar weer naartoe. En ik ben bijna bij de hoek. En ik hoor een enorme knal. En daarna nog een knal en nog een knal. Dat bleken handgranaten te zijn. Ik verstijfde, dat weet ik nog. En op een gegeven ogenblik kwam er aan de andere kant van de straat, op de andere hoek zat een fotowinkel in die tijd. En er kwam een man uit met een getrokken revolver. En ik keek om de hoek en ik zag die kogel bij die dader door zijn hoofd gaan en er aan de andere kant weer uitkomen. En met een deel van zijn hersenen. En toen ben ik flauw gevallen. En toen ik bijkwam, ik weet nog wel, soldaten waren gekomen, die jeeps. En tikte zo op mijn wang en zag natuurlijk dat ik geen verwondingen had. En ze zei, Atabesede, je bent oké, toch? Oké. En ze gingen weer verder. Toen ben ik gaan lopen. Ik was eigenlijk volslagen de weg kwijt. Ik ben gaan lopen. Uren heb ik gelopen. En toen kwam ik uit in het Jerusalem Forest. Dat is zo'n aangelegd. Toen ik klein was, was het heel gewoon dat iedereen kocht een boom. Om Israël te beplanten met bomen. Maar je was dus eigenlijk getuige geweest van een aanslag? Van een aanslag, ja. Van de Palestijnen op de. Het was een Palestijn, ja. Ja, zeker. Oké, okay, ja. Er waren een paar doden ook. En het was heel bloederig in ieder geval. Ja. Heel vervelend. Ja. Maar ik kwam dus in de Jerusalem Forest terecht. Ik zat op een rots. En ik hoorde ineens in die struikgewas hoorde.
schrik me kapot. Ik denk, er komt er weer een. Er komt weer een terrorist. Ja. Wat komt eruit? Zo'n grote schildpad. Het bleek dus een type te zijn wat op de Krim voorkomt en in Israël. En die keek me aan. En ik ben toch in de lach geschoten. het was zo alsof het... Ja, alsof alles ineens oploste. En toen ben ik naar huis gegaan en ja, ik heb er verder niet over gepraat eigenlijk. Maar wat als je daar nu zo terugdenkt en je denkt aan die schildpad die je daarna aankijkt. Ja, dat is schitterend. Wat is dat voor, wat zegt dat jou? Heeft het nog een betekenis? Nou ja, hoe betrekkelijk het eigenlijk allemaal is. Het is natuurlijk, je maakt er verschrikking mee. Ja. Maar die schildpad laat je zien dat het gewone leven doorgaat. Oké, dat bedoel je, ja. Dat het gewoon doorgaat. Ja. Ja. En pas veel later heb ik daar last van gekregen. Ik ben later teruggegaan in Nederland. Want de relatie liep ook spaak. Het heeft onder andere hiermee te maken gehad. Maar ook met... moet ik ook nog vertellen wat er ook gebeurd is. Ze zagen wel dat ik een jongen was die een beetje in de knoop zat met zichzelf. Dat was heel duidelijk. En toen ben ik op advies van een zuster van Dina, zijn we naar een psycholoog van de Universiteit van Tel Aviv. Die had zich verdiept in handlijnkunde. En die had daar echt die had iets daarin ontwikkeld wat niet van dat je leest van nou, morgen ontmoet je een mooie vrouw. Of dan en dan heb je zoveel op je bankrekening. Dat is niet dat soort flauwekul, maar gewoon wie jij bent. Oh ja. En dat kon je lezen uit je hand, je handlijnen. Ja, en ik had dus één lijn, die is er nu wel. Die was er niet, de stabiliteitslijn. Hij zei, je moet begrijpen, je bent super intelligent. Je kunt worden wat je wilt. Je kunt hersenschirurg worden. Je kunt, ja, weet ik veel, wat je maar wilt. Maar bij jou moet het meteen succes zijn. Het moet meteen. Quick fix. Quick fix. Hij zei, en het is zo, je moet het zo zien, Ron. Jij loopt op een rechte weg van punt A naar punt B. Niks aan de hand, de zon schijnt, het is prachtig weer. Maar jij denkt, oh, er zou zo direct wel eens een wolk kunnen komen. En die moet ik voor zijn, want dan kan het gaan regenen, dan kan het gaan bliksemen. Dus ik ga even een zijweg in. Hij zei, je komt nooit aan op het punt waar je aan moet komen. Die man heeft de ziekte verslaving voor mij eigenlijk al gezien en gezegd. Alleen toen begreep ik het niet. Pas veel later, toen ik in de kliniek zat, op het Surinameplein, met de 12 stappen, toen ineens kwam dat besef. Daar is het al gezien. En toen ben ik ook gaan terugkijken hoe ik was. Ik was altijd bereid om het snoepgoed van mijn zuster ook nog te pikken uit de kast. Weet je wel? Ja. Het was nooit genoeg. De grenzen waren er eigenlijk niet. Thuis werd dat natuurlijk nog wel streng aangehouden. Maar zodra toen ik op mezelf ging wonen, het Jacob van Lennepkade. Mijn zuster die woning, zij ging dan met... dat was de woning waar ze eerst alleen woonde. Toen haar vriend kwam, die Gerrit, die in Israël studeerde ook later. Toen zijn ze in een woning gegaan, op een woning van een rabbijn. En dat was in Bussum, vlakbij het station. En daar konden hun gaan wonen. Toen heb ik die woning overgenomen en toen was het lang leven de lol. Dat was precies in die tijd met die kraakbeweging. Tot diep in de nacht in het kraakcafé zitten. En maar bomen, weet je wel. Over hoe we de revolutie gingen voeren. Ja. En dat ging ook gepaard, zeg maar, met drank en drugs in die tijd? Nou, bij mij alleen met drank. Oké. Okay. Drugs is bij mij pas later gekomen in de gevangenis. Ja. Hey, Roy, dronk je ouders ook? Is er verslaving in jouw familie? Nou, mijn vader die was zo'n man die één glaasje wijn kon nemen. En daarna de kurk erop doen. En wegzetten voor morgen. Ja, dat begrijpen wij niet. Hè? Die dacht in glaasjes. Ik denk in flessen. Ja. Maar dat is... Nee, dat is iets wat ik niet begrijp. Mijn moeder... Ik heb wel eens ontdekt dat mijn opa... Die kon er ook wat van. Dus zat in de familie. Die zei altijd als hij een borreltje op had... Nou, op één been kan je niet lopen. Nou, ik zeg, opa, heb zeker een heleboel benen. Ja.
Nee, en mijn moeder die heeft een korte periode gehad dat ze veel dronk en rookte. Maar die kon er wel mee stoppen. Maar nee, ik zelf kon er niet mee stoppen, nee. Nee. Ik ben toen uiteindelijk... eigenlijk het grote ding in mijn leven is geweest... toen ik weer ging studeren en terug was in Nederland... ging het aanvankelijk wel lekker. Maar op een gegeven ogenblik, het tweede jaar van de studie... halverwege het jaar, zo'n beetje in de winterperiode... toen kreeg ik last van paniekaanvallen en van concentratieverlies. Ik kon niet die hoeveelheden tekst lezen die ik moest lezen, want die letters gingen bewegen. Ik werd helemaal gek. Later is me duidelijk geworden dat toen het posttraumatisch stresssyndroom ging werken bij mij. En dat is te herleiden naar die gebeurtenissen in Israël. Dat is wel voornamelijk daaraan te danken, denk ik. Ja, dat het onbewust verder heeft, een beetje door heeft gecijpeld. Ja. Maar even zo te zeggen. En dat is ineens gaan werken en het lukte gewoon niet meer. En ik werd wanhopig. Want ik zag, ik zag iedereen slagen en iedereen doorgaan. En ik denk, wat moet ik nou? Ik kan niks meer, weet je wel. Dus ik kreeg een steeds lager zelfbeeld. Ja. Ik denk, ik ben niks, weet je wel. Ja. En toen opeens in 1989, toen dacht ik, we gaan het anders doen. Als het niet gewoon kan, dan gaan we het anders doen. Toen ben ik dus bewust gaan solliciteren bij een beveiligingsbedrijf. Toenmalige V&V Beveiliging. Met het idee van, hier ga ik, op deze manier ga ik plannen maken. Ik ga eens kijken wanneer ik iets vind wat interessant is. En dan trek ik daar een heleboel geld uit. Oké. Dat was gewoon een bewuste keuze om daar te gaan werken. Ja, dat is een bewuste keuze geweest. En dat kwam uit je lage zelfwaarde. Ja, ik denk, ik kan het niet op deze manier, kan ik niet aan mijn geld komen. Kan ik geen goede baan krijgen, dat had ik al helemaal bedacht voor mezelf. Want dat zou ik toch niet kunnen. En alsof dat zo belangrijk was eigenlijk. Maar het was me van huis uit al meegegeven, jij moet iets in de politiek doen of in de journalistiek. Daar had ik helemaal geen zin in. En wat ik wel eigenlijk wilde, dat wist ik helemaal niet. Maar dat was die tijd dat ik af en toe... enkele keer ging ik wel eens naar de koffieshop. En dat was dan op de Beeldendijkkade bij de Buggies van Lange Frans. En toen dacht ik, wat hij hebt, dat wil ik ook hebben, zoiets, weet je wel. Maar ik wist nog niet precies hoe. En toen kwam dat idee van beveiligingsdienst. Dan kom je dichter bij waar veel geld is. Ja. En toen had ik nog nooit gedacht aan het Van Gogh Museum, hoor. Ik dacht aan banken en dat soort dingen. Maar goed, ik kwam dus op allerlei plekken waar dat niet ging. Totdat ik dus in dat museum kwam. En dat was het Holland Festival 1989. Ja, 89. Ja. En toen had ik daar dienst met Robbie. Die later dus, dat werd zijn vaste stek. En ik zat her en der en ik kwam daar dan toevallig. En precies die avond. En toen hoorde ik een van de eigen bewakers zeggen tegen de anderen. Ja, het is leuk beveiligd hier. Het was een Chinese man. Leuk beveiligd hier. Maar wie bewaakt de bewakers? En toen was het klik. Bingo. Wie bewaakt de bewakers? Ja. Wie bewaakt de bewakers als het alarmsysteem uitstaat? Toen vond je het gat. Toen wist ik ongeveer wat er moest gaan gebeuren. En kijk, mijn bijnaam in het milieu was de spin. En ik ga dan inderdaad mensen op bepaalde plekken neerzetten. Zoals de recherches on board hebt met foto van die, lijntje naar dat. Ik denk, Robbie moet ik hebben. Want het was een jongen die zocht sensatie en echt een leuke jongen uit de Monnikendam. Maar zo naïef als maar kon. Voor alles in. Ik denk, die moet ik hebben. En toen moest ik natuurlijk mensen zoeken die het gingen doen. Ja. En hebben we het over het Van Gogh Museum? Over het Van Gogh Museum, ja. En...
ik had een poosje gewerkt samen met het beveiligingsbedrijf. Daar had ik al eerder was ik daar gaan werken in 86 als schoonmaker bij een farmaceutisch bedrijfje. En die hadden opiaten, die hadden alles. En toen was ik al op het idee gekomen om, om mensen daarvoor te gaan zoeken. En via een ander pand had ik een Surinaamse man leren kennen, die later mijn verrader bleek te zijn. Een zekere Roy Zuiverloon. Die was hoofd van de schoonmaak. En die trok mij dat wereldje in. En zo kwam ik in het café, hoe heet het nou? Krijtmolen. Surinaams café op de, hoe heet het daar, die kade, waar ook die Turkse moskee zit. In West. In West, ja. De Baarsjesweg. De Baarsjesweg is dat. En daar kwam ik in contact met jongens die wat konden doen. En de eerste keer dat we het deden, het waren dus allemaal opiaten, die zijn naar Nigeria gegaan. En wat we hebben het over opiaten? Dat zijn allerlei slaapmiddelen. Ja. Morfine. Oké. Dat valt allemaal onder opiaten. Ja. Okay. En die zijn tramadol, dat soort dingen zijn allemaal opiaten. Ja. Zit ook allemaal in de kluis bij een apotheek. Dan heeft ze echt iemand een dubbele handtekening. Ja. Die ze moeten zetten. Ja. Ja, ze hadden ook pure cocaïne. Want dat werd er gebruikt voor ziekenhuizen. Ik weet niet waarom, maar het was er. Weet je waar de eerste cocaïnefabriek zit? De NCF, Nederlandse cocaïnefabriek. Zaandam. In Nederland. Ja. In Zaandam? Ja. Daar kom ik bijna vandaan. Als ik dat wist, hoefde ik nooit zo ver naar Amsterdam toe. Ja, was meer dan 100, cocaïnefabriek. Meer dan 100 jaar geleden. Maar dat werd gebruikt, wat jij net zegt, speciaal. Nee, in het verleden. Ik weet wel van mijn moeder die in Wassenaar doktersassistenten was. Heel veel vrouwen van artsen, die gebruikten ook cocaïne en morfine. Oké. En dat was echt een probleem. Want het moest dus in de boeken moest dat recht worden getrokken. Ja. Maar het cocaïne en morfine was een genotsmiddel voor de rijken al vroeger. Ja. Ja, absoluut. Ja. Dus jullie gingen dat farmaceutische fabriek binnen om de spullen daar weg te halen? Ja. Niet voor eigen gebruik? Niet voor eigen gebruik. Je had er nog nooit van geproefd? Nee hoor, ik was alleen maar aan het bier. Ja. En heel af en toe is een jointje. Ja. Maar heel af en toe, niet. Maar dat vond ik toch maar minder. Ja, ja. En dat is later natuurlijk veranderd. Later is dat zeer sterk veranderd, ja. Maar even kijken. Nou, die kraak, het smaakte naar meer. Ja. Ik had ontdekt dat ze dus ook nog lidocaïne hadden. Dat is een. Ik heb vandaag bij de tandarts geweest. Ja, ik heb er ook over gehoord. Gekregen. Ja. Dan krijg je lidocaïne. Lidocaïne is een geweldig versnijdingsmiddel. Het geeft hetzelfde gevoel als cocaïne. Dus het is zaak om dat vaste stof te maken. En dan kan het gebruikt worden als versnijdingsmiddel. Dat voor en dat hebben we toen verkocht. En dat is naar Sint Maarten gegaan. Want dat is een free port. En daar had die baas van het café, die had er allemaal contacten. Ja. En dat heeft toen aardig wat geld opgeleverd. Dat weet ik nog wel. Maar het geld, ik was ook weer verslaafd geraakt aan het casino. Oh. Want ik dacht, in het kader van een gezellig avondje uit, kwam ik in het casino in het Hilton Hotel. Echt een verslaafde. Nou, dat ging heel erg leuk. Vervelende was, ik won meteen. Oké. Ja, en dat moet je natuurlijk niet hebben, want dan denk je dat je blijft winnen. Ja. En ik heb het tot de Cercle Privé geschopt. Dat was heel interessant, want dan stond ik tussen de grote jongens. En Cercle Privé, dat is. Ja, dan word je naar een kamertje gebracht? Of? Nee, dat is gewoon wat hoger in de casino. En dan zijn de bedragen gewoon wat groter. Ah, oké. En een drank is gratis. Ja. Als je maar inzet. Okay. Als je maar plakjes neerlegt, hè, want zover was ik dat ik dan wat plakjes had.
Ja. Want al dat criminele geld, dat moest rollen natuurlijk. Hè? Ja. En champagne. Champagne, ja. Nou. Ja. Ja. Van die hele grote flessen. Die kocht ik dan op de avondwinkel op de Overtoom. Ja. Ja. Als ik naar huis liep. En... Is dit het Holland Casino? Ja, heb je ook in het Holland Casino. Ja, Holland nee, was casino. Dit in het Holland Casino? Dat was Holland Casino. Ja, dat was alleen nog maar. Dat was alleen nog. Ja. Oké. Okay, ja. Ja. En illegale gokhuis had je. En illegale gokhuis. Maar daar is het sowieso cirkel privé in. Ja, daar is het onbeperkt in zitten. Ja, onbeperkt in zitten. Ja. En even kijken. Ja, waar ik ook verslaafd aan was geraakt. Dus aan de vrouwtjes, aan de hoertjes. Okay. Want dat was lekker makkelijk. Ja, toen hoefde geen relatie aan te gaan. Nee. Ja, soms. Ja, ze vonden me wel leuk. Af en toe ging er eentje mee naar huis, weet je wel. Een paar nachtjes bij me logeren. Maar ja, dat werd dan natuurlijk niks. Want ik had er verder eigenlijk helemaal geen zin in. Nee. Ik leefde van kik naar kik. En ja, ze moesten niet in de weg lopen, weet je wel. Ja. Neuken is leuk, maar verder niet. Ja. Heel gemakzuchtig, heel... zelfzuchtig natuurlijk ook. Hè? Echt typische verslaafde. Ja, toen kwam dus het moment dat we die overval gingen plegen op het Van Gogh Museum. Dat was goed voorbereid. En, want je werkt nog steeds als beveiliger? Ja. En daarbij gokte je gewoon? En dat... Ik ben toen op een gegeven moment, je moest je beveiligingsdiploma halen. En daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Want ik zag het Van Gogh Museum toen aankomen. Ik denk, ach, ik heb dat niet meer nodig, weet je wel. Ja. Dus ik heb dat niet gedaan. Dus ik werd uit dienst. Ik ben uit dienst gegaan daar. Oké. Okay. Dus, niet ontslagen, maar gewoon, ik had mijn diploma niet. Dus hield het op na een bepaalde periode. En vond het prima, want dan kon ik me er helemaal op richten. Ja. Ik heb de hele omgeving van het museum verkend. Toen had je nog niet zoals nu dat overal camera's hingen. Nee. Dus dat scheelde. Maar ik keek wel van welk huis. Want ik had al helemaal bedacht dat de zijkant van het museum is nog altijd de ingang van het personeel. Ja. En ja, dat is dan ook het zwakke punt. Want daar hingen ook geen camera's. Nee. En daar, ik had met Robbie overlegd welke... Want ze hadden altijd dienst met z'n tweeën. Welke andere bewaker geschikt zou zijn die niet de held zou gaan spelen? Zei hij, is een oudere man, weet je wel. En die had al gezegd van, als ze hier met de pistool komen, doe ik meteen zo. En ja. Ik zeg, die moeten we hebben. Ja, die moeten we hebben. Dat was de laatste in het rijtje. In het spinnenweb. Nou, toen... want die had dus ook... Dat was heel mooi, want die had een station, een Peugeot station wagon... En dan konden die schilderijen mooi achterin. Dus dan was het zijn sleutels afnemen en daarmee wegrijden. Met zijn auto? Met zijn auto, ja. En maar wist je al welke schilderijen je wilde nemen? Nou, dat is al ook weer een heel ander verhaal. Oh. Aanvankelijk zou het gaan om 3 of 4 schilderijen. Ja. Toen zijn we natuurlijk gaan kijken in het museum, hè, als geïnteresseerden. Ja. En toen wees ik er een paar aan en ik zei, die niet. Het... bloeiende amandelbomen, want die vind ik prachtig. Die mogen niet weg. Oh, die mogen niet weg. Ah, dus, nou ja, je voelde me aankomen. Ja. Wat blijkt nou? Een week van tevoren zegt Kalla ineens tegen me. Hij zegt, Roy, ze willen zoveel mogelijk hebben. Ja, toen had ik eigenlijk al wakker moeten worden van dat er iets niet klopt. Ja. Want, en wie waren ze? Ja, dat komt straks. Dat komt straks. Dat wist ik toen ook nog niet. Ja. Toen was ik eigenlijk al zo verstart in het dat het door moest gaan, dat ik zei, oké, dat doen we dan. En ik had dus met Robbie gekeken. Ik had hem gezegd, je moet af en toe het alarm uitzetten. Hij zei, ja, laatst komt broodje van Kootje. Ik zeg, of broodje van Jaap, die toen op het Haarlemmermeer, bij het Haarlemmermeerstation zat. En die bracht dan 's nachts patat en dat soort dingen. Ik zeg, je moet kijken, je moet dan het alarm even niet meteen uitdoen. Kijken hoe ver dat kan gaan. En op een gegeven ogenblik, het was op een vrijdag, ja.
In april was de vrijdag voor de zaterdag. Donderdag was het. De donderdag ervoor. Toen had ik hem gebeld. Hij zei, het heb de hele nacht uitgestaan. Ik zei, oké, dan gaan we van zaterdag op zondag gaat het gebeuren. Dan was er een lange dienst. En dan ging het museum ook later open. Dus dan had je meer tijd om weg te komen met de schilderijen. En die zaterdag ben ik met Kala en Berto en ik zijn we naar het museum gegaan. Met lijn 6 vanuit mijn huis. Lijn 6 rijdt toen over de Overtoom. De Constantijn Huygensstraat uitgestapt. Thuis was het pistool al doorgeladen. Wat hij in zijn binnenzak. Wij gingen Kala insluiten. En dat was ook een mooi plekje wat we gevonden hadden. In het museum is een zaal. Een filmzaal. Van Karel van Gogh. De Karel van Gogh zaal heet het geloof ik. Theo van Gogh zaal. Theo van Gogh zaal. Naar de broer van Vincent. En daar was dus een cabine, een filmcabine bij. En er lag zo'n laag stof. Er was al jaren niemand geweest. Ik zeg, dit is de plek waar die... En het wordt ook nog dicht bij de beveiligingsloge. Dus. Ja. Wij gingen hem insluiten. Daar beneden was ook toilet. Handen wassen, teruglopen. En dan moest hij het trappetje op. En dan het sleutel en deur open doen. En wachten. Dat hadden we gedaan. Beto en ik gaan naar de restaurant om een broodje te eten. En ineens komt Kala weer binnenstappen. Ik zeg, wat is dat nou? Was hij de bezemkast ingestapt? Moest het weer helemaal opnieuw. Want je had geen mobiele telefoon in die tijd, hè? Dat je elkaar kon bellen. Nee, dat kon helemaal niet. Dat was nog heel ouderwets. Wow. En ik zeg, dan moeten we weer terug, weet je wel. Kala met het zweet op zijn voorhoofd. Ik zeg, rustig aan. We gaan weer handjes wassen. Toilet. Komt er ook een bewaker die moet plassen, weet je wel. Ik denk, dit gaat helemaal niet, weet je. Dat wordt niks. En uiteindelijk rustig blijven. Ja, is het gelukt. En Beto en ik naar buiten. Hebben we nog even gekeken vanaf, toen was het nog aan de overkant van de weg. Want er liep dus nog een weg, hè, tot onder het Rijksmuseum door. En aan de andere kant van het grasveld gekeken naar de ingang of de ploeg. Dus Robbie met zijn medebewakers zich daar aanmelden voor de dienst en de anderen weggingen. Ja, oké, toen was het goed. Zijn we naar huis gegaan. Roberto is 's nachts om 3 uur teruggegaan. Die werd binnengelaten. Want op dat moment was Kala tevoorschijn getoverd, had ze pistool getrokken. En die had de magische woorden gezegd. Put off the alarm, number 2 and 12. Waarmee je dus meteen weet, te kennen geeft dat je weet. Dat was dus het stomste wat je kon doen. Maar ik was er niet bij, want ik was thuis. Ja. En wat er gebeurd is toen, dat hij is binnengelaten, Roberto. Ze zijn op hun gemak. Ze hebben die twee bewakers opgesloten in een ruimte beneden, wat ooit bedoeld was als doorloopruimte naar het Stedelijk Museum, maar nooit afgemaakt. Daar hebben ze toen allerlei. Daar zat bijvoorbeeld ook het camerasysteem van in het museum. En daar waren die bewakers opgesloten. Die hadden die schilderijen uit de lijsten gesneden. Een paar zijn daarbij flink beschadigd geworden. Ja. Zoals het korenveld met kraaien. Ja. En die zijn in de auto gedaan. Roberto is op zijn fietsje naar huis gegaan. En Kala ging ze afleveren achter het Amstelstation. Het Julianaplein. Waar vroeger die Eurolines bussen vertrokken. Mm-hmm. Ja. En waar ben jij? Ik was thuis. Je was gewoon thuis. En ik sta op 's ochtends en zet de zenders aan. Italië, Spanje. Engeland. Allemaal. De Van Gogh Museum. De Van Gogh Robbery. Maar ik begreep dat de schilderijen terug waren gevonden. En dat begreep ik niet. Wat was er nou gebeurd? Kala is naar het Amstelstation gereden. Hij had meteen, zei hij, meteen. De andere ochtend was ik meteen naar hem toegegaan. Ik wist waar hij was. Bij Roberto. En had de Mercedes meteen achter hem gezeten tot de Berlagebrug.
En hij is de Bellagebrug overgegaan, meteen rechtsaf. En er kwam geen auto. Er kwam geen auto die het afhaalde. Wat was er nou ondertussen gebeurd? Robbie, om te laten blijken dat hij er niks mee te maken had, heeft zichzelf bevrijd. Is door het plafond gekrommen naar de andere kant. En hij heeft de politie gewaarschuwd, een half uur later. Nou, dus die sturen natuurlijk al. Dus ze ontdekken natuurlijk dat die auto gebruikt is. Nou, weten ze het kenteken. Ze zijn overal gaan zoeken. Kalle staat daar te wachten met die spullen. Hij had ook nog één tas waar kleintjes in zaten. Kleine schilderijtjes. En ineens ziet hij zo'n takelwagen van de politie. En hij ziet dat die man naar hem kijkt en begint op te roepen. Toen heeft hij alles neergelaten. Hij is in de. Er kwam net een nachtbus aan, daar is hij ingestapt en weg. En die schilderijen zijn dus allemaal teruggevonden. Wow. Binnen een half uur heb ik begrepen. Binnen een half uur. Jezus. Blunder op blunder. Ja, de auto die zou komen ophalen, had een lekke band gehad. Neem je toch een andere auto, ja. Zou ik denken. Nou ja, het was natuurlijk schrikken. En ik was daar en ik zeg, maak je niet druk. We gaan hierna, komt Hitachi Computers aan de beurt. Weet je wel, ik had al een heleboel plannen. Ja. Lagen klaar met sleuteltjes van de vrachtwagens. Blup. Was al besproken waar het naartoe kon, naar Paraguay. Grote plannen. Is er nooit van gekomen, gelukkig. En Robbie kwam met het idee van, ja, ik heb al die dingen gedaan. Ik wil ook wel een schadevergoeding hebben. Zou aan gewerkt gaan worden. En op een middag loop ik naar het Kremerplein. Bij mij in de buurt. Ik woon in Jaak Flemmekade. Dat was daar vlakbij. En ik zie ineens Kalla met een koffer. En bij een taxi. En Roberto kwam naar me toe. En die kwam, ja, maar hij gaat even naar Suriname via Frans-Guyana. Weet je wel? Ik denk, dat was één. Maar ik had ook... Nou, dat is niet zo belangrijk. Toen kreeg ik al een vermoeden. En later is me dat duidelijk geworden. Waarom? Dat de opdrachtgever voor die schilderijenroof Daisy Bouters is geweest. En waarom? Omdat hij op dat moment, was eigenlijk vrij logisch, niet zo goed bij stond hier in Nederland. Dat hij eigenlijk een persona non grata. En ik weet niet of hij toen al veroordeeld was. Dat weet ik niet precies. Maar hij werd in ieder geval wel verdacht van grootschalige cocaïnehandel. En dat weten we zeker dat het Daisy Bouters was. Dat de opdrachtgever is geweest. Dat kan niet anders. Het kan gewoon niet anders. Kan niet anders. En hoeveel schilderijen waren het? Weet je, later weet ik het zeker, omdat Kalla dus voor Bouters is gaan werken in de cocaïnehandel. Wat hij nooit had moeten doen, omdat hij net als ik daar niet geschikt voor was. Hij was veel te gentle, was ook een gentleman. Nou, dat ben je niet geschikt voor die handel. En even kijken hoor. Hoeveel schilderijen waren het? 20 schilderijen. 20. Met een geschatte waarde van 1,2 miljard gulden. Zo, toen ik dat hoorde, zakte ik ongeveer door alle bodems heen. Ja, dat snap ik. En, want wat zouden jullie krijgen? Wist je dat al? Wat je 5 zou... miljoen per persoon. 5 miljoen per en jullie persoon. Waren met z'n vieren? Ja. Dat was 20 miljoen. Blijft er nog een hoop over voor diegene die... Maar ja, die schilderijen, die had hij dan vast en zeker nodig. Net zoals criminelen dat... Om zich vrij te komen. Ja. Om onderhandelings... Een soort troefkaart. Ja. Troefkaart hebben, ja. 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 Verlaat gevangenis. Ja. Zo'n kaart. Ja. Zoiets, ja. Een monopolie. Dat is... kijk, 100% bewijzen kan ik het niet. Maar 1 en 1 is 2 en 2 en 2 is 4. Nou, dan ben je al een eind op weg. Ja. En... Maar goed. Is het de eerste keer dat je dat zo verteld hebt? Ja. Ja. Wow. Maar ja, toen kwam het vervolg. Hè. Ik probeerde toch om een grote slag nog weer te gaan slaan. En want we hadden al iets laten lopen.
waar de ABN AMRO Bank zat op de Van Baarlestraat. Uh-huh. Die stond toen een hele poos in een verbouwing, maar er waren ook kluisjes beneden. Oh ja. En er was geen alarm. En er zat maar één bewaker. Toen hadden we eigenlijk al een plan om iemand een uniform te geven, naar binnen te gaan, de dienst over te nemen zogenaamd. De andere gaat weg, de volgende die komt, meteen klik klik vastzetten en dan naar binnen en de kluisjes. We hadden al een brander. We hadden al zo'n thermische lans, die was gestolen bij de hoogovens. En die hadden we toen getest in die ruimte onder het café aan de Baarsjesweg. En echt waar, die ging als een mes door de boter heen. Zo. Dus, maar goed, die hebben we toen maar afgeblazen omdat het misschien te veel, te kort op elkaar zou zijn. Ik weet niet, dat we ons zouden vertillen. Maar hadden we dat nou maar gedaan, dan hadden we tenminste contant geld gehad. Ja. En goud en diamanten. Maar goed. Al met al blijkt dus later, zag ik dus wat voor apparaat er was geweest om ons op te sporen. Want het is niet alleen maar de gewone politie geweest. Het is ook de veiligheidsdienst geweest. Interpol. Ja. Interpol, ja, daar sta ik nog altijd geregistreerd. Ja. Als internationaal kunstdief. Oh ja? Ja, ja. Niet te geloven. Heb je daar wel eens last van als je zeg maar gaat vliegen? Dat je dat dan. Dat zie je dat dan. Nee, ik denk alleen als je naar Amerika gaat dat het. Ja. Ja. Ah, het is nu ook al zo lang geleden. We praten over 13 op 14 april 1991. Ja, ja. Dus, 30 jaar geleden. Ja, dat is meer dan 31 jaar geleden, weet je wel, bijna. Dus dat, ja. Ja. Nee. Zelfs alle andere dingen die ik nu vertelde net, ja, waar ik niet voor veroordeeld ben, die zijn allemaal al verjaard. Verjaard, dus. Ja. En trouwens, dat wisten ze ook wel, hoor. Dat wisten ze ook wel, dat ik die andere dingen had gedaan. Ik zeg, nee, daar heb ik niks mee te maken. Nee. Ja. Ja. Maar dat je die schilderijen, toen je die schilderijen wilde gaan doen, toen dacht je nog een moment, wat kan er nou gebeuren? Ja. 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 Echt, ik weet nog, we kwamen regelmatig bij mij, bij elkaar. Hè? Ja. Ja, alleen elkaar, zo'n bord. Later heb ik dat teruggezien bij El Professore, La Casa de Papel. Zo'n beetje wat allemaal geregeld was, wie wat deed en wanneer. Dat was allemaal, zei ik, nou gaat prima, wat kan er nou nog gebeuren? Ja, ja, heel stom toevallig dat deze podcast zo heet. Ja. Het is echt, ik zie het mezelf nog zeggen. Ja. Wat kan er nou gebeuren? Gaat allemaal goed? Ja, komt goed aan. Ja, ja. Ja. Want ik bedacht, het ging allemaal goed. Maar wat buiten mijn gezichtsveld wist, ja. Ja. Had je geen rekening mee gehouden? Nee. Had de spin geen rekening mee gehouden? Nee, dat was buiten de het spin. Web. Dat was buiten het web. Maar goed, ja, maar goed ook. Goed. En was dat, ik vraag me ook af, hè, als zo'n grote klus verkeerd gaat, is het dan de compensatie dat je dan sneller geld wil verdienen? Of weet je, nog groter wil gaan om het verlies te dempen? Ja. En dat was wat we wilden, was wat ik toen net al zei, die Hitachi computers. Het waren zogenaamde mainframes, dus hele grote dingen die dus door steden worden gekocht om alle verkeerslichten te laten werken. Of dat soort grote dingen. En dat had gekund, maar toen we bijna zover waren, toen werden we gearresteerd. Mm. Ja. En ze arresteerden je omdat ze bezig waren met het onderzoek van de Van Gogh? Ja. Ja. En toen zijn ze op spoor gekomen waarschijnlijk. Ik had iets door de telefoon gezegd tegen mijn moeder. Ja, eigenlijk had ik nooit moeten doen. Nee. Er was toen in de krant gekomen dat ze waren gestopt met het onderzoek. En ik dacht dat het echt zo was. Ja. Eventjes een zwak moment. Ik had me toen meteen moeten begrijpen, dat doen ze alleen maar om je uit te lokken. Juist. Dus ik dacht tegen mijn moeder, nou, ze hebben toch niks ontdekt, hè? Ja. Oeh. Ja. Ja. Dat is een truc van de politie. Ja. Weet je dat ooit bij mij in de straat is gebeurd? Waren er inbrekers? En de politie kwam zoeken. En die zei van, we hebben infraroodkijkers. Ze moeten hier zijn, want we hebben alles afgesloten. Ze kunnen niet. Hij zei, wat we nu gaan doen, vertelde hij in mijn oor. Wij doen alsof we een oproep krijgen. Want ze moeten hier ergens zijn, zegt hij. Dan gaan we met sirenes. Gaan er een paar auto's weg met sirenes. Dan denken die dieven, hey, de politie is weg. Ja. Dan komen ze waarschijnlijk omhoog in dat ding.
En dan kon hij ze zien met een... eigenlijk wat ze ook bij jou hebben gedaan. Ja. Door in de krant te zetten, we zijn gestopt. En weet je nog wat je tegen je moeder zei? Ik zei, nou, ze hebben het toch met zo'n heel team niet kunnen oplossen. Oh. En dat was voor hun? Bam. Ja, ja. Want ze luisterde de telefoon af van je moeder, denk ik. Ja. En van mij. En van jou. Ja. Ja. Waar ben je gearresteerd? In mijn huis. Juist. Ja, om 4:30 ochtends. En is dat ook met zo'n arrestatieteam zoals we tegenwoordig zien? Of gaat gewapend, ja. 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 Zak over je hoofd? Ja. En wat dacht je toen dat gebeurde? Nou ja, ik had een wapen onder mijn kussen liggen. Wat ging ook nog wapen onder je kussen? Wow. Okay. Maar ik schatte meteen de situatie en ik heb het meteen zo gedaan. Mm-hmm. Ja. En wat ging er door je heen? Ja. Shit. Ja. En ik weet nog, ik werd binnengebracht op de Leijmaansgracht en die klap dat die deur dicht viel. Ja. Mm-hmm. Dreunde nog lang na. Dit is einde oefening. En je wist dat het lang ging gaan duren. Ja. Ja. Uiteindelijk heb ik 7 jaar gevangenisstraf gekregen. Zo. Kalla ook, want die werd gezien als de leider binnen in het museum. Mm-hmm. Ik als het brein. En die andere 2 jongens kregen 6 jaar. Dus het waren flinke straffen. Ja. En toen ben ik mezelf wel een beetje tegengekomen in de gevangenis. Het was, hoe nu verder? Ja. Je kunt of in het milieu gaan. Echt, maar dan zit je meteen en denk dan zit je in die drugswereld. En daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben, want daar ben ik niet geschikt voor. Ik zeg, wat wil je nou verder? Wat wil je nou nog groter gaan doen? De Nederlandse bank of weet ik veel, dat soort dingen. Dat is plus dat ze je in de gaten gaan houden. Dat is ook echt een aantal jaren gebeurd. Ja. En ik denk, maar gewoon... Nadat je vrij kwam, hield ze je nog in de gaten. Ja. En waar merkte je dat dan? Nou, ik... in mijn werk, ik ging uiteindelijk voor een... Eerst bij de speeltuinvereniging bij ons werken. Maar dat was voor de oorlogsstichting. Dat rakelde te veel op van vroeger van thuis. Dus daar ben ik mee gestopt. Toen ben ik buurtconciërge geworden. En dat was in de rivierenbuurt een hele leuke baan. Ik ging werken op het Meerhuizenplein. En had ik dus inloop van mensen de hele dag. Maar er waren ook bepaalde groepen die daar gingen klaverjassen. Gewoon een buurthuisje. Ja. En er was een werkgroep sociale vernieuwing. Want in die tijd was dat buurtje een beetje het achterbuurtje van de rivierenbuurt. En er is toen veel nieuwbouw ook gepleegd en dat soort dingen. En wij organiseerden op het plein allerlei feesten voor kinderen. Dierendag werd daar groots gevierd. En ik deed daar heel veel met de kinderen en de jongeren. Voetbaltoernooien. De steps aangeschaft, deden ze stepraces. Echt van alles om ze lekker bezig te houden. Maar het was ook een steunpunt van de politie. En ik zat daar heel vaak met politiemensen. En dat was dus in het begin even een beetje slikken, moeilijk. Wisten ze wie je was? Ja, natuurlijk wisten ze dat. Iedereen die met hun gaat werken, die trekken ze voorkomen. En daar praten we ook gewoon over op een gegeven ogenblik. Na een jaar gingen ik zeg, jullie weten toch van alles? Ja, tuurlijk. En vandaar kwam dat je dacht, die zijn we in de gaten aan het houden. Toen zei ze, weet je wat, je hebt een misstap gemaakt. En je bent nu goed bezig. En toen ontdooide ik wat. Okay. Eigenlijk ik heb jaren met hun gewerkt en eigenlijk ook wel een goede band gekregen. Een van de mensen met wie ik het langst heb gewerkt, Fred Borger, die heeft toen op het bureau zelfmoord gepleegd. Precies wat hij 2 jaar daarvoor tegen mij had gezegd. Toen zei hij, Roy, je hoort het nooit, maar weet je dat heel veel mensen bij de politie zelfmoord plegen? Hij zei, gaan ze even naar het toilet, zetten ze het wapen in hun hoofd en schieten ze hem af. Laat hij het nou precies zo gedaan hebben. Wow. In de Ferdinand Bolstraat, het bureau. En waarvoor was dat bij agenten zo? Ook posttraumatisch stresssyndroom. Oké. Okay. En er was in die tijd waarschijnlijk geen psychiater waar ze heen werden gestuurd? Of om nee, want hij zei, psychische problemen, dat is niet zo populair bij de politie. Nee. Ja. Is het een taboe?
hij heeft wel eens wat verteld over kinderen die dode kinderen die ze gevonden hadden. Ja, gaat je volgens mij niet in je koude kleren zitten. Ja, dat was ook iets wat stil moest blijven. Ja. Weet je, dat... Daar praat je niet over. Nee. Nee. Nee, maar wat van hogerhand ook was gezegd, dat ze daar niet over mochten praten. Oh. Ja. En dat, dus dat is een stinkende zaak. Ja. En dat heeft hij niet kunnen verwerken. Ja. Want dat was een hele goede kerel. En inspecteur van politie. Ja. Heb ik heel erg gevonden. Ik ben toen als enige burger in het bureau heb ik het boek mogen tekenen. En ik ben naar de begrafenis geweest in Almere. Ja. Maar ja, wat ik in de gevangenis wel had geleerd, leerde kennen, zijn drugs. Het kwam pas in de gevangenis? Ja, dat was geen alcohol. Nee, oké. Ja. Dat was geen alcohol. Nee. Ik moest toch mijn fix halen. Dus nou, het mooiste was, ik kwam was net uit de inkomsten, de Amstel heette dat, in de Schans gekomen. Het Huis van Bewaring, de Schans. En ik zat op de eerste paviljoen 1, cel 13. Cel 12, sorry. 13 is 9. In de Bijlmer, toch? In de Bijlmerbaas, ja. En... ik was nog maar net op de afdeling en ik kreeg al zo van iemand een plak een stuk hash. Ja. Nou, s'avonds kun je te klooien met een aanstekertje en gewoon zo'n checkie, weet je. Want toen kon ik nog helemaal geen joints draaien. Nee. En later, ik ontwikkelde me daar. Ik werd GDECO. In de gedetineerde commissie ging ik... Ik werd vertegenwoordiger van ons. Ik kreeg de stemmen van, er werd dan over gestemd. Ik kreeg de stemmen van de Zuid-Amerikanen, van de Turken, de Chinezen en de Hollanders. En ik werd gekozen en ik heb het dan geschopt tot hoofd van de GDECO's. Dus dat ik de voorzitter was. Okay. En ik kreeg ontzettend veel vrijheden. Omdat ik me netjes gedroeg en dat soort dingen. Kreeg ik baantje als torenreiniger, torenschilder. Dus dan... kon ik me vrij door het hele gebouw... en als GDECO kon ik overleggen. In overleg kon ik zeggen... nou, ik moet even naar paviljoen 4... om met de GDECO daar te praten. Dat waren meestal drugszaken. Weet je wel, even brengen... dat voor die brengen en dat in en voor die. Gewoon hosselen. Dus, hosselen en zo verdiende ik mijn kostje bij elkaar. Ja. Dat was ook... was voor de eerste keer dat ik heroïne zag. Okay. Neem even een pakje mee, weet je wel. Ik kijk zoveel. Nou, echt. Wordt wat afgebruikt, hè? Er wordt heel wat gebruikt, ja. Volgens mij ik hoorde wel van bewaarders. Ja, hij zegt, die hash, dat interesseert ons niet, weet je wel. Hij zegt, als we nachtdienst hebben, je loopt hier s'avonds over het perron. Over de vleugel. Verschrikkelijk. Gaat natuurlijk door onder die deur door. Ja, natuurlijk. Nee, deze nooit zo moeilijk over. En ik had toen op een gegeven ogenblik... hij speelt ook een rol in mijn boek wat ik nu aan het schrijven ben. Mijn derde thriller. Ik schrijf thrillers die spelen bij rondom het GVB. Ja. Waarbij André van Dam, mijn alter ego, dan de politie helpt met het opsporen van moordenaars of overvallers. Of heel leuk. En, maar je hebt al drie boeken geschreven voor de kijkers die denken... Ja, dit is het eerste boek. Je hebt er al drie geschreven? Drie van deze. Onder je eigen naam? Onder mijn eigen naam, ja. Het eerste heet Moord op lijn 3. Ja. Het tweede het Lijk in het Ei. En dit wordt Kidnap op lijn 13. Kidnapper. En daar rij je nog steeds op, hè? Lijn 13. Lijn 13 is mijn vaste lijn, ja. Mooi. Nog steeds. Ja. Maar je hebt daarvoor ook nog een boek geschreven, toch? Naar God. Naar God heb ik geschreven. Ja. En toen heb ik nog een boek over de 12 stappen naar geluk heb ik geschreven. Oh, wauw. Alleen die uitgever is failliet gegaan. Maar ik heb de bestanden daarvan. Ik kan het nog een keer laten uitgeven. Het is wel... Sommigen vinden dat het moet anoniem blijven. Maar ik denk, nee, ik kan hier andere mensen mee helpen. Ja, maar het eerste boek heette Naar God. Naar God, ja. En ik ben toen ik in 2011 na een zeer succesvolle opname in de Jelinek-Obrechtstraat... Voor een paar maanden ben ik
katholiek geworden. Ik ben toen naar de Vredeskerk gegaan. Daar achter de Ferdinand Bolstraat. Ik had toen een vriend van de Camorra. Mario Girasole. Hij speelt ook een rol in het boek waar ik nu mee bezig ben. Dat is heel leuk dat ik hem daar ook in kan betrekken. Maar goed, die kwam toen naar me toe en die zei... Vriend, luister, mijn advocaat die doet ook in andere zaken. Hij zei zo van... Als je iemand naar hem toe laat gaan en je geeft hem 300 gulden... dan brengt hij hasjes mee en dat neem ik naar advocatenbezoek mee. Okay. Nou, zo is gebeurd. Mijn vader is daar naartoe geweest naar Utrecht, naar die advocaat. En die heeft 300 gulden neergelegd. En inderdaad, de plakhasje die kwam binnen. Via de advocaat? Via de advocaat, ja. Ja. Oh, wauw. Ik dacht dat alleen familie dat deed. Ja, vroeger je advocaat. Oh ja? Nee. Nou, ik deed altijd zo, dan had ik zo'n fixbuisje. En die was zo lekker rond, die kon je goed in je achterwege kluis. Okay, kluis stoppen, ja. Ja, de kluis. En het ruikt dan ook lekker als er fix in zit, toch? Of zeg ik nou iets raars? Nee, de fix was er helemaal uit. Het was helemaal aangebroken. Branden houden. Met hasje of met wiet, weet je wel. Hele goede wiet. En dan had ik wel weer mijn voorraadje voor een week. Ja. Om net te stoon te zijn. Dat, zo komen de dagen door. Ja, later toen... had ik iemand ergens mee geholpen en die gaf me als cadeautje 3 gram cocaïne. Okay. Ik denk, dat moet ik ook eens proberen. Ja. Nou, dat moet je dus niet gaan doen in een cel. Paranoia. Jezus, wat erg was dat. Ja? Dat is, heeft ervoor gezorgd dat ik nooit geen zin heb gehad om dat nooit te gebruiken. Ik zat de hele tijd in die cel. Ik hoorde wat. Oh, ze weten het. Ze komen. Oh, ja. Ze weten het. Ze komen maar. En je kan geen kant op. Oh, wat moet ik doen? Moet ik bellen? Moet ik hem... Echt verschrikkelijk. Je kan geen kant op. Nee, dat was het domste wat ik ooit heb gedaan. Zo. Dus ja, eerste keer cocaïne gebruiken. In de laatste keer. En is dat ook de laatste keer? Nou, nee, later heb ik... Nee, niet de laatste keer. Ik ben later ook weer een keer... Maar ook dat pakte weer helemaal niet goed uit. Dus dat had voor mij je geen... Je hebt gewoon geluk gehad, man. Cocaïne, dat had het voor mij niet. Nee, dus maar je hebt gewoon geluk gehad. Daar word ik gek van. Ja. Ja, je hebt gewoon geluk gehad. Waarschijnlijk geluk gehad. Wij hadden dat niet. Nee waarschijnlijk... Toen ik het gebruikte, dacht ik van, is dit alles? Ja. Is dit waar iedereen zich naar drukt maakt? Ja, maar ik werd niet paranoia de eerste keer. Want anders had ik het ook, als ik het ook achterwege gelaten. Ik dacht, is dit waar mensen zich zo druk om maken? Maar ik dacht, wow, I feel good. Ja, jij zat in een cel. Ik zat in een cel van 2x3. Ja. Dat schoot niet op. Nee. Echt, ja. Jeetje, Mickey. Je wist natuurlijk ook niet hoeveel je moest nemen. Nee, ik had die 3 gram achter elkaar. Dus ja, weet ik veel. Ik was allemaal knitten. Wow. Zo, ja. Ja. Nou ja, dat is maar goed geweest. Ik zie het helemaal voor me ook. Ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Je kon maar niet van het gevoel af, hè? En ik kon maar niet slapen, weet je wel. Ik werd helemaal knettergek van. Nou, later, toen ik afgestraft ben, ben ik in de bunker in Scheveningen terechtgekomen. En dat was een beetje de hel op aarde. Dat is, ik zat daar in het groepsgeschikte gedeelte, de Biba 1, beveiligde intensieve begeleidingsafdeling. Individuele begeleidingsafdeling. En ik was daar de enige die niemand vermoord had. Ze hadden er allemaal 1 of 2 vermoord. En die had 15 jaar, die had 18 jaar met TBS. En levenslang zat er niet, want die zat op de 3e verdieping. En daar had je geen contact mee. En, maar daar heb ik toen een nervosia tremens gekregen. En toen hebben ze me heroïne gegeven. En dat is een zenuwinzinking? Absolute zenuwinzinking. Echt een met trillen en alles. En waarom heb je dat gekregen? Komt dat door de angst omdat je met al die... De omstandigheden waar ik in zat. En moet je je voorstellen, het was echt een gevangenis binnen de gevangenis. Ja, dat bedoel ik. Met donkere muren, waar bijna geen daglicht naar binnen kwam. Ja, oké. Okay. Donker. Ik voelde me levend begraven. Wow. Echt verschrikkelijk. Ze hebben... Van die psychiater kreeg ik allemaal meer pillen en meer pillen en meer pillen. Ik had op het laatst had ik 8 of 9 verschillende soorten pillen. Zo. Dat ik 's ochtends nog wakker werd, het is een wonder. En zo hebben ze me toen op 13 september 1995 vrijgelaten.
om de laatste 8 maanden in Utrecht bij Stichting De Waag, in de Henri van der Hoeven kliniek, TBS kliniek, om daar dan zeg maar weer te resocialiseren en ja, met psychologen en psychiaters. En het eerste wat ze daar gingen doen was mij laten afkicken van al die medicijnen. Ja. Nou, dat was heftig hoor. En was dat ook een half open kap? Nee, dat was gewoon een kliniek. Gewoon een kliniek. Kliniek. Je kliniek. Zat gewoon nog steeds vast. Nou ja, nee. Ik ging naar huis gewoon. Ik had dus een kaart van de openbaar vervoerkaart. Elke dag van Centraal Station naar Utrecht Centraal Station met de bus daar naartoe naar de Van der Hoeven kliniek. En daar de hele dag, daar aten we dan ook. En dan aan het eind van de middag ging je weer naar huis. Nou, en ondertussen werd je behandeld daar? Werd je behandeld daar, ja. 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 Ze hadden een zwembad, het was wel leuk. En een voetbalveld. En, ja, dat was best wel leuk, maar eigenlijk had ik er niks aan. Ik was maar alleen maar bezig met afkicken van al die medicijnen. Ja. En toen ik dan uiteindelijk vrij was, toen kwam de man van de reclassering. Die kwam vertellen dat hij niks voor me kon doen. Dat hij was geplaatst op een project van... ja, toen hadden ze ook al zo'n lijst van 200 of zo, ja, zo'n soort lijst van jongeren die intensief begeleid moesten worden. Nou, ik stond er dus echt alleen voor. Ja. En het was best moeilijk, want ik wist helemaal niet hoe je met geld omging en hoe je boodschappen moest doen. En het was allemaal helemaal nieuw, helemaal, ja, het was heel moeilijk. Het is een hele moeilijke tijd geweest. En toen ben ik flink gaan blowen. Had je nog steun van je moeder? Ja, die heeft me altijd geholpen. Ja. Altijd. Altijd, ja. En ik kocht van die grote voorgedraaide joints. En ik was eigenlijk de hele dag was ik weg. Dat heeft zo'n beetje een jaar geduurd ongeveer. Ja, 1,5 jaar. Ja, van maart tot september. En toen ben ik voor het eerst naar de Jelinek gegaan. En toen heb ik daar een lange behandeling gehad. En het ging weer prima met me. En eigenlijk heb ik daar toen voor het eerst afstand genomen van het criminele milieu. Ik zat daar, Ronnie Ostrowski zat er onder andere. En nog een paar boeven. En, Ronnie, is dat een bekende? Uh-huh. Ronnie Ostrowski, ja, die heeft ooit Carranza ontvoerd vroeger. Oh, oké. Okay. Ja, en zat ook in de drugshandel. En daar heb ik toen laten blijken, ik wilde er niks meer mee te maken hebben. En dat was, er was iets gebeurd van, er werden gestolen goederen aangeboden en zo. En toen was er een hele zaal bij elkaar en niemand durfde wat te zeggen. Kwam ik aan de beurt, ik zeg ja. Ik zeg, hun hebben mij dat ook aangeboden. En toen pas later durfde de anderen ook wat te gaan vertellen. En daarmee had ik dus echt gebroken met het milieu. We hadden niks meer mee te maken. En hun ook niks met jou? En hun ook niks meer met mij. En van daaruit ben ik gaan zoeken naar werk. En toen ben ik verhuisd naar van Jacob van Lennepkade naar de Rivierenbuurt. Waar in 1 december 96 en daar woon ik nu nog steeds. En daar ben ik in het welzijnswerk gewerkt. En zo'n 6 jaar geleden ben ik overgestapt naar de GVB. Naar een baan waarvan ik vroeger altijd dacht van dat lijkt me nou leuk om als conducteur op de tram te zitten. Ja. Maar alweer, dat lage zelfbeeld, nee, daar nemen ze jou niet voor. Dan ben jij, nee, jou nemen ze daar niet voor. Nou, ze namen me wel. Ja. En het is ontzettend leuk geweest. Eerst voor het uitzendbureau, Olympia. En dan word je op de proef gesteld. Dan krijg je elke dag een dienst om 4:15 ochtends. Zo. Alsof je wel even bereidwillig bent. En daarna een paar weken krijg je dan ook wel eens een dagdienst of een avonddienst of een koffiewagen. Dat is ook zo'n begrip. GVB, dan begin je ongeveer om 00:30, 00:30, 22:30 ben je vrij. Ja.
En nou ja, na zo'n 2 jaar ben ik in vaste dienst gekomen. Eerst op lijn 17, maar dat vond ik niet zo leuk. En ik kwam naar lijn 13, want die rijdt door waar ik ben opgegroeid. Jan Voermanstraat en Mercatorplein. Het Centraal Station en dat is, ja, dat is echt mijn ding. En daar doe ik dus ook inspiratie op om te schrijven. Die plak ik gewoon aan mensen die ik gekend heb. Ja. De eerste was een moord op een Chinese kok. Nou ja, dat waren de Chinese vrienden die ik kende. Ja. De tweede, ja, dat was eigenlijk weer een andere, Johnny. Dat waren vrienden die ik had in de Nieuwmarktbuurt. Ook Penose. Die heb ik ook een rol laten spelen. En nu in dit boek, dat is een vete tussen de Camorra en de Albanese maffia. Daar spelen Mario in en Don Gianni van de Camorra, die ik ook gekend heb. Wat ik schrijf in het boek is ook echt gebeurd. Dat ik zijn Rolex teruggevonden heb, gestolen was. Oké. Waar heb je die gevonden dan? Degene die hem gejat had, die dacht slim te zijn. Maar ik ben er toen achtergekomen door te gaan informeren, door mijn baan als GD-co naar elke verdieping te gaan en te vragen daar van, is jullie iets opgevallen? Ja. Nou, meneer Slavov, die altijd depressief was, die was ineens vrolijk en die kreeg ineens bezoek. Maar gelukkig was zijn cel altijd heel erg smerig, dus toen heb ik geregeld, dat had ik gewoon gezegd tegen mijn baas, ik zeg, meneer Akkerman, die cel van Slavov, ze willen graag dat die schoon wordt gemaakt. Weet je wel? Ja. En tuurlijk, ik wist dat die bewaarders die zouden dat geweldig vinden, weet je wel. Dus ik kom daar op een ochtend en vlak voor, hij zou 's middags bezoek hebben. En ik die ochtend en ik had mijn schroeven draaien bij me en al dat soort dingen. Dus ik denk, hoe goed jij het ook verstopt hebt, ik vind het. En ik kom op de vierde verdieping, op paviljoen 4. En ik zeg, nou, ik kom er zelf van slaap. Of, oh, geweldig, weet je wel. Als je een bakkie wil, kom maar hoor. Dus ze lopen mee, zijn de deur open en ik begin natuurlijk wel met schoonmaken. Het was een zwijnenstal. En op een gegeven moment denk ik, deur dicht. Ik denk, nou, achter het stopcontact, nee, is te klein. Het speakertje van de radio. Ja. Raad gedaan. En ja hoor. Bingo, in één, 2 keer. Ja. Hebben ze. Zo. En later heb ik gehoord dat hij volslagen uit zijn dak gegaan was, weet je wel. Ja. Dus nou. Maar ik had daar credit opgebouwd. En ja, als ik ooit iets nodig zou hebben, dan kon ik naar Napels komen. Nou, ik hoef niet naar Napels. Hoor. Dat, nee. Blijf lekker op, de lijn 13. Ik blijf lekker op lijn 13. Ik gebruik het nu in dit boek. Ja. Ja. En, maar goed, we waren toen net bezig. Ik ben toen Rooms-Katholiek geworden. Ik heb met Pierre Valkering, ook uitvoerig in het nieuws geweest, omdat hij ontslagen is als priester. Hè? Omdat hij bij zijn 25-jarig jubileum een boek presenteerde. De week ervoor had ik hem gesproken nog. Toen had ik gezegd, Pierre, dat moet je niet doen. Ik zeg, dat moet je echt niet doen. Wat je nu gedaan hebt, moet je niet doen. Had hij dus beschreven dat hij dus homoseksueel was. Nou, dat wisten we allemaal, maar dat maakt niet uit. Maar dus dat hij ook seks had gehad in darkrooms, ten tijde dat hij priester was. En ook seks had gehad in zijn woning in de parochie. Ja. Nou, dat is dus einde oefening geweest. Dat was een enorme shock. Ja. Echt, zijn hele familie die daar aanwezig was, die waren begonnen te huilen. En verschrikking was dat. Ja. Begrijp niet dat hij dat gedaan heeft. Maar goed, Pierre is voor mij altijd heel goed geweest. Ik heb een aantal gesprekken met hem gehad. En toen ben ik in zeg maar in opleidingsklasje gegaan. En toen ben ik met 2 anderen op vlak voor de Pasen zijn we gedoopt. En een paar maanden later ben ik dus gezalfd. Ben ik gevormd in Heilo. In het Maria-heiligdom in Heilo. En een paar jaar later, ik weet het nog, Pierre belde me en zegt, Roy, je moet naar me toe komen in de Obrechtkerk. Want dat was toen samen. En hij zei, ik moet je iets vertellen. Er is nu zoiets bijzonders gebeurd. Dus ik kom daar. Ik zeg, Pierre, wat is er aan de hand? Hij zegt,
Nou, er is hier iemand gekomen, een meneer Leeman, Fred Leeman. Die was hoofdconservator in het Van Gogh Museum ten tijde dat jij daar Durov gepleegd hebt. Ja. Hij zegt, en ik vind dit wel zo moeilijk, want dan zit ik met een dader en de man van de schilderijen in één parochie. Hoe gaan we dat nou doen? Ik zeg, nou, laten we het nou eerst maar eens op zijn beloop laten. Nou, wat gebeurt er? Een paar weken later, je mag voorbeden doen, hè, in de kerk op een gegeven ogenblik. Dus ik loop naar voren en ik vertel over wat ik die dag had meegemaakt. Met een vrouw die vertelde dat een man op sterven lag en dat ze, nou ja, in paniek was. En ik met hem mee was gegaan om het een beetje rustig te maken en zo. En na afloop is het altijd koffie drinken. Komt er een man op me aflopen. En ik wist altijd dat Fred Leeman was. En die zegt tegen mij, oh, wat bijzonder. Ik zeg, meneer Leeman, ik heb u in het verleden het leven wel heel erg moeilijk gemaakt. Kijk maar zo aan. Ik zeg, ik was het brein van de overval op het Van Gogh Museum. Zijn mond viel open. Ben jij dat? Later heeft hij me verteld. Later in 2015 zijn we met de kerk van het hele bisdom. Allerlei mensen uit het bisdom Noord-Holland, Amsterdam, Haarlem. Zijn we naar Rome geweest. Een Rome-reis waarbij we ook audiëntie bij de paus zijn geweest. En waarbij we logeerden in een klooster. En in die kloostertuin heb ik toen met hem zitten praten. Met Fred Leeman. En om ook eens aan te horen wat het hem had gedaan. En nou ja, toen zat ik natuurlijk al in het programma. Dus ik denk, nou, ik kan luisteren nu naar een ander. Niet alleen mijn verhaal is belangrijk, maar wat het hem heeft gedaan. Ja. Nou, voor hem was het een soort terreuraanslag geweest. 20 schilderijen die weg waren. Weet je wel, echt. Hij was net onderweg van Parijs naar Amsterdam toen hij het hoorde op de radio. Echt, hij was helemaal kapot ervan. En toen heb ik echt mijn excuses aangeboden. En ja, hoe erg ik het vond. Ik zei, ja, maar ze zijn nu terug, dus maak je nou niet te druk, weet je wel. Ja. De bisschop was daar ter oren gekomen. Die had geregeld het KRO-NCRV kruispunt. Moesten daar een programma over maken. Ja. En dat is gebeurd. En die uitzending heet van kruispunt Baas en Boef. En het is een hele mooie uitzending geworden, waarbij wij elkaar omhelzen. Ja. Na afloop van de mis. En dat is, was voor mij eigenlijk de totale afsluiting van het Van Gogh gebeuren. Ja. Mooi verhaal. Prachtig. Ja. Een soort van happy end bijna. Ja, vandaar. Toch? Dus. Ja. Wat gebeurt er nou in 20 juli? Of 27 juli? Krijg ik ineens een berichtje op Messenger. Of van iemand die contact met mij wil. Flynn von Kleist. Dus ik denk, wie is dat nou? Weet je wel, is dat een of andere, ja, weet ik veel, oplichter of zo? Dus ik typ dat in op Google. Filmregisseur. Oh. Ik denk, oh, dat is interessant. Ik zeg, wat zal die nou van me moeten? Afgesproken bij de plantage. Een paar dagen later hebben we 3 uur zitten praten. Hij was erachter gekomen dat ik er was. Stom toevallig. Is toen die overval geweest in Amsterdam-Noord. Op dat geld- en goudtransport. Ja. Die enorme schietpartij. De Panorama had daarna weer een lijstje geproduceerd. Van de grootste overvallen gepleegd in Nederland. Nou, daar stond ik nog altijd bovenaan. Roy de Spin P. Okay. Op nummer 1. En hij was erachter gegaan. Achteraan gegaan wie ik dan was. En ja. En hij had me dat berichtje gestuurd. Hij zei, hoe sta je er nu tegenover? Ik zeg, nou, met de kennis die ik nu heb, zou ik het nooit meer doen natuurlijk. Maar hij zei, vind je het goed als we daar een film over gaan maken? Ik zeg, nou, lijkt me wel leuk, ja. En mevrouw zei, het levert je eindelijk nog eens een keertje wat op. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook, ja, elk nadeel heeft zijn voordeel natuurlijk. En nou ja, dat is zich gaan ontwikkelen. En toen bleek zijn vrouw de filmproducer te zijn. En daar heb ik, Guusje van Deuren, heb ik wel leuk contact mee. En nou, die zijn dus in gesprek gegaan met weer een andere producent die aanleveraar is van verhalen bij Netflix.
En Netflix heeft dus belangstelling getoond, maar wil dat er dingen op papier worden gezet. Oké. Okay. En nou ja, dat is nu gaande en hoe het verder gaat. Verder had ik vorig jaar februari een groot interview gehad voor Parool PS. Over het boek wat toen uitkwam, Het Lijk in het Ei. En er was een fotograaf bij en die sprak me daarna en die zei, ik maak ook documentaires. Zou je dat leuk vinden? Dus dat was nog voor het film gebeurde. Ik zeg, nou, dat lijkt me wel interessant. Ik denk, nou, er komt toch nooit wat van. En ja hoor, ze zoekt contact met me. Al nadat, nadat ik met de film, met de regisseur en de filmproducent bezig was geweest. En dus ik heb ze contact met elkaar laten opnemen. En nou, ze werken nu samen. En dan zullen ze deze week verder over gaan praten. Want zij wil aan het werk, zij wil die documentaire gaan maken. En ja, dat moet op de een of andere manier verweven worden met elkaar. Ja. Met Netflix samen. Met Netflix samen, ja. Ja. Komen grote dingen. Hoe het gaat lopen, weet ik niet. Ik ben in ieder geval heel erg blij met mijn leven vandaag de dag. Ik ben een trouwe bezoeker van AA en NA. En ja, de spiritualiteit van het 12-stappenprogramma, die daar heb ik me helemaal eigen gemaakt. En als ik me wel eens een keertje niet zo lekker voel, dan bel ik iemand. En dan voel ik me meteen weer beter. Hoe lang ben je clean nu? Ik eigenlijk op mijn... 1 april ben ik 8 jaar. Wauw. Dus het is alweer een aardige tijd, ja. Ja. 8 maanden. Ja. 8 jaar. Ja, wat ik net tegen jou zei ook. Ik weet nog wel, toen ik in Surinameplein zat en zag ik jou je eerste jaar ophalen. Nou, dat was voor mij iets. Jij was een mythische figuur, weet je wel. 1 jaar zonder drank, zonder drugs. Hoe was dat nou mogelijk, weet je wel? Maar ja, je shareerde ook heel erg interessant. Ik denk, nou, die heeft verstand van zaken, zeg. Ja, ik ben helaas daarna wel teruggevallen. Ik wilde net vragen. Is dat in deze periode? Dat is acht jaar geleden. 8 jaar geleden. Ja. Dat doet er niet toe. Je bent weer teruggekomen. En daar gaat het om. Ja. Daar gaat het om. Ja. Je moet het programma blijven volgen. Daar gaat het om. Ja. En, ja, maar ik weet ook hoe belangrijk het is. Want ik heb nu in een week tijd 2 mensen zien wegvallen. 1 uit het NA-programma, een jonge knaap. Ja. Ja. Ja, het doet heel erg zeer omdat hij ook... Ja, ik ken hem goed. Dat hij ook bij het helaas. GVB ging werken. Helaas, ja. Ja, het heeft me heel erg pijn gedaan. Ja. En Tineke. En Tineke, ja. Ja, verschrikkelijk. Ja. Ja, helaas redt niet iedereen het, Roy. Nee, mijn eerste sponsor was dezelfde die jij hebt. Die zei dus ook van, als je in het programma komt, schaf maar een zwart pak aan, want je zal het nodig hebben voor alle begrafenissen. Ja. En het is helaas waar. Ja. En als het bij jou fout gaat, dan hebben ze in ieder geval iets fatsoenlijks om je in te begraven. Ja. Is echt zo. Ja. Hey, en je hebt een vrouw? Ik heb een hele lieve vrouw. En die, wij zijn al samen sinds 2007. En, hoe heet ze? Fatima. Marokkaans. Ja. Marokkaans, oh. Ja. Maar een Berbervrouw. Soussi, echte Soussi. En ja. We hebben samen een appartement gekocht in 2010, geloof ik dat geweest is. Ja, 2010. We hebben een appartement gekocht in Agadir. En dat hebben we nog steeds. Het is, ja, dat is prachtig. Helaas zit zij daar nu, want ze kon het land niet meer uit. Door de corona, Maar ja, goed, ze zit daar goed. Ze is in zijn eigen huis. Ze heeft familie en vriendinnen en alles daar. Maar ja, ze mist mij. Ze mist Amsterdam. Ja. En ja, hopelijk gaat de 31ste het luchtruim weer open. En dan ga jij erheen of komt ze hier naartoe? Nee, dan ga ik daar naartoe en haal ik erop. Okay. Ja, oh, dan haal ik erop. Dan blijf ik even een paar dagen. En, ik ben in oktober ook een paar dagen geweest. Ja. En ben je nog praktiserend met je geloof? Ja, ik bid 5 keer per dag. Je bent moslim. Ik ben moslim geworden. Want ik was gebleven bij. Ja, ik was eerst katholiek. Katholiek. Katholiek, ja. Maar je was ook in Israël. Was je toen Joods?
Nee. Nou, ze hebben me geprobeerd Joods te maken. Okay. Ja, dat wel. Ik ben in opleiding geweest bij Rabijn Goldman. Oké. Okay. Ja, komt van Sas. Ja. Okay. Maar die... Dina zei, alsjeblieft hou ermee op. Want ze maken een robot van je, weet je wel. Echt streng orthodox. Ja. Nee, dat was niks voor mij. Nee. En toen zag je het in het katholisme? Of in het... Later. Fatima heeft er toen op aangedrongen. Ze heeft me later verteld waarom. Oh. Ik had eigenlijk helemaal geen godsdienst. Ze denkt, hij moet eerst naar God toe komen. Oké. Okay. Daarom had ik het boek ook naar God genoemd. Ik was naar God. In Amsterdam is naar de kloten. Ja. En ik ben bij God gekomen. En pas later heb ik ontdekt dat hij me ook kon helpen om van de drugs en de alcohol af te komen. Maar ja, dat was weer voor latere datum. Maar Roy, ik denk dat we nog van jou nog dingen gaan zien. Ik ben heel erg benieuwd naar de documentaire. Heel erg benieuwd naar de Netflix-serie. Ja. Want dit leent zich toch voor een hele mooi verhaal. Een heel mooie film. Je boek, ik ben erg nieuwsgierig naar al je boeken nu. Ik ben niet zo'n lezer, maar ik lees dingen die ik heel erg interessant vind. En ja, je vertelt nu een heel interessant levensverhaal. En dan wil ik heel graag die boeken ook wel eens lezen. Dus ik ga de boeken lezen. Ja, ik ben heel erg blij dat we jou hier als gast mochten hebben. En ook het mooie is wat jij uitdraagt aan de mensen die misschien nog in gebruik zitten. Over het 12-stappenplan, over hoe jouw leven is gegaan. En dat je eruit kunt komen, dat de weg naar herstel mogelijk is. Hoe zwaar het ook is of hoe diep je ook in die goot zit. Op een gegeven moment ben jij eruit gekomen. En dat is toch voor ons een heel mooi voorbeeld en een heel mooi verhaal. En voor velen. Dus ik wil je ontzettend bedanken voor dit voor het inspirerende, mooie gesprek. Ja, normaal praten wij heel veel, maar we zaten gewoon ademloos naar jouw verhalen te luisteren. Ome Roy vertelt. Ome Roy vertelt. Wie weet, we hopen je een volgende keer weer te kunnen vragen als je misschien wat verder bent of de film is al uit. Dan gaan we het gewoon hebben over de film. Of de serie of de documentaire. Ja, ontzettend bedankt Roy, dankjewel. Heel erg dankjewel. Bedankt. Dankjewel. Dank jullie wel. Dankjewel. Graag gedaan. Lieve mensen, dat was weer een aflevering van de podcast Wat kan er nou gebeuren? Met Roy Peters, Reda Saleh en Najib Omali. Dankjewel voor het kijken of dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.